Oh, kijk hier. Bordjes, dat je stil moet zijn. Geweldig. Ze zijn echt heel erg georganiseerd hier. Voor het eerst in leven. 32 jaar. Helemaal te gek. Er zei laatst iemand van, nou dan ben je al 32. 32, dat begint net. Dit wordt net leuk, toch? Ik zwaai naar niet, want hij niet zocht mij. Ze moet weten waar ik zit. Want ja, dat vindt ze heel prettig gevoel, dat vindt ze fijn. Dus dan zoekt ze me altijd. Gewoon die tweeling die, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, gewoon je bekken. Dat juist is een deel van mij. Er gebeuren ook wel dingen dat je denkt van nou, dat is gewoon, dat kan alleen bij tweelingen eigenlijk. Ik dacht, ik ga mijn naast laten doen. En ik had de afspraak al gemaakt, zie ik een paar dagen later op Instagram, zie ik gewoon haar nagels. Ik denk, hoe kan dit? Ik had precies hetzelfde in gedachten. En ja, je bent tweeling of je bent het niet. Dus toen heb ik ze zo gedaan. Yeah! Anice is met haar sport bezig. Dus we spreken elkaar af en toe, maar wel alleen wanneer Anice eraan toe is. En ja, ik app haar verder ook niet. Als zij mij nodig heeft, dan ben ik er. En verder laat ik lekker met rust, want ze moet op de sport gesproken zijn. Wij hebben voor het laatst ons verjaardag samen gevierd. Dat weet ik niet meer. Deden we wel, maar laatste jaar is er natuurlijk geen ruimte voor, omdat er altijd wedstrijden zijn. Of Anice moet die weken na direct weg. Het is op 31 december, het kan niet laat worden. En of ze heeft net een wedstrijd gehad, druk, moe. Dus dat is een hele, is gewoon een heel gedoe. Dus dat doen we meestal niet. We vieren het niet echt.